Caroline, moet je volgens mij zeggen. Ik zei Caroline, maar dat is Caroline van der Plas. Heeft je gelijk gegeven dat inderdaad niet bekend is waar die D voor staat, bij die D. Ja, wat een gezeur was dat, zeg. Ja. Ik ben er uitgebreid over gebeld of ik of een keer... Ja, door shownieuws. Ja, of de camera niet op bezoek zou kunnen komen en zo. Ja. In een typisch media-relletje waar ik nou helemaal niets van begrijp, is dat die mevrouw die vertelde is volstrekte onzin. Anders kun je het niet noemen, gewoon lulkoek eerste klas. Maar voor de mensen die het gemist hebben, zij zei die D staat voor decision, hè? Ja, idee. Dat hadden we in de studio ook al gehad. En toen was ze heel eigenwijs, ja, kennelijk is het een vrij eigenwijs type. Ik zou zeggen, zoek eens wat op als je zo zeker bent. Nou, nu weer hetzelfde. Denk je dat één van die programma's de moeite had genomen om het op te zoeken? Nee, dit kost je... Iedereen heeft tegenwoordig zo'n telefoon waar je het op kunt zoeken. Het kost je 1 minuut. En dan kun je zien dat het lulkoek is. En dan moet je mij uitgebreid gaan whatsappen. Om wat mijn commentaar is. En zou zij misschien gelijk kunnen hebben? Nee, dat hadden we al geconstateerd. Het was werkelijk de media. Dit is echt het afvalputje van de domheid van de media. En dat zo'n mens gewoon serieus wordt genomen. Dat is nog veel gekker. Dat geen mens daarbij bij die redactie van Umberto zei. Laten we eens even met die redactie van de slimste mens bellen. Die je kon vertellen dat die in feite de beleefdheid hadden gehad om die stupiditeiten van mevrouw Caroline, om die eruit te knippen. Dat was niet om mij te beschermen. Ja, je begrijpt natuurlijk, ter rechterzijde was dat dit zeiden dan... ze wel, hè? Ze zei in eerste instantie, het is vooral flauw dat ze dus wij stellen ons hier kwetsbaar op als kandidaten. Hè, we worden soms als domoren weggezet als we niks weten. En dan weet ik een keer wel wat en dan knippen ze het eruit. Ja, en toen bleken er zeer maar fouten te zijn. En omdat het zo'n sympathiek programma is, was ook dat gelul van mevrouw Caroline was eruit geknipt. Ja. En nou ja, je ziet hoe zoiets werkt. Ja. Dat je dan opgebeld wordt van, wilt u dat komen verklaren? Ik zeg, zoek het maar op. Dan kun je het zelf verklaren. Ja, er zijn wel een aantal mensen heeft het opgezocht. Hè, en appgroepjes, onder andere die Telegram groep die bij deze podcast hoort, zijn ook wel mensen die zeggen van, ja, dit, Van Rossum heeft gelijk, het staat hiervoor. Of er is inderdaad geen duidelijke betekenis. Maar... Er is een hele duidelijke betekenis. Die idee is de dag waarop iets begint in militaire termen. Dat heb ik ook toen verteld, alsof zo'n kletskoek dat ik dat niet wist. Nee, helemaal niet. Oh ja. Dat heb ik toen verteld in die studio. Ja. Het is ongelooflijk werkelijk. En ook het triomfantelijke Van Rossum heeft ongelijk. Het is een veel dommere man dan hij lijkt. Het is gewoon een zeurpiet, een linkse netwit. Hè? Met zijn Wikipedia-kennis ook zo wat. Ja, nee, want dat is het fijne bij rechts. Dat kijken ze diep neer op de Wikipedia om de eenvoudige reden dat ze zelf nooit iets op hoeven te zoeken. Want ze weten niks en ze zullen ook nooit iets weten. Dat is ook, moet ik zeggen, ik denk ook vaak, het is ook wel geruststellend. Rechts-Nederland is zo onbeschrijfelijk dom dat we er niet al te bang voor hoeven te zijn. Het is toch ook een gezelschap van volstrekte idioten. Dat is die 15%, hè? Ja, dat is de bekende 15%. Ja. Dat is dus allemaal uit de EU en ja. Terug naar de gulden en wat er was, die valde onzin. Ja. Ja.